Parkinson is een hele bijzondere ziekte waarbij aparte deskundigheid nodig is, omdat het, de ziekte de ene dag heel anders kan uitpakken voor iemand dan de andere dag. En dan is het, dat horen wij ook van onze bewoners al, dat het enorm scheelt als een team daarin deskundig is en weet op welke manier mensen zorg nodig hebben. En ook dat de omgeving daartoe is ingericht. Dat er weinig prikkels zijn, dat het een lichte omgeving is en mensen ook weten waarom dat belangrijk is. De zorgverleners die hier werken zijn heel erg enthousiast. Zij hebben een speciale affiniteit voor de ziekte van Parkinson en ze hebben zelf gekozen om hier te werken. Ze hebben allemaal een hoge deskundigheidsniveau. Uw man lijdt aan de ziekte van Parkinson en woont nu in een speciale woning. Hoe bevalt dat? Het gaat nu wel aardig goed. Maar in het begin was het moeilijk. Langdurige zorg voor de naasten met ziekte van Parkinson is niet altijd makkelijk. Het is een grote stap om naasten niet meer in huis te kunnen verzorgen. De mantelzorgers zijn heel blij dat de familiepartners kunnen hier verblijven in een mooie woning waar zij voldoende ruimte hebben voor eigen leven en waar zij ondersteuning krijgen op een goede manier. Wat maakt deze woningen zo fijn voor meneer? De verzorging en ook het eten. Die man is altijd heel goed dat hij het heel fijn vindt. Zijn er nu ook genoeg woningen voor het aantal Parkinson patiënten hier in de regio? Daar kan ik nog heel moeilijk iets van zeggen, omdat we nu natuurlijk vandaag open gaan. Het is ook een geconcentreerde woning in Doetinchem. En wij hebben ook meer bewoners met Parkinson die dan toch liever ook kiezen voor wonen in hun eigen woonplaats. Bijvoorbeeld in Ruurlo of in Zeddam. Nou, daar kunnen ze uiteraard ook op onze locaties terecht. Dus hoe de behoefte uiteindelijk gaat zijn, dat gaan we ondervinden. Ja.